BMX'er, judibouw, badmintonster Selena Piek en rolstoelbasketbalster Julia van der Sprong. Alle drie hebben ze dezelfde droom. Meedoen aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Dit is de Week van Gelderland op weg naar Tokio 2020. Goedenavond en van harte welkom op Sportcentrum Papendal. Op deze plek worden sporters klaargestoomd om straks misschien wel te kunnen schitteren in Tokio. En als je daarin slaagt, net als Edis Lichtlee in Rio in 2016, en je komt thuis, dan staat dit je misschien wel te wachten. Zo mooi dat zoveel mensen hierheen komen, speciaal voor mij. Ja, het is echt geweldig. Zij is echt de Keirin Kanjer. Dit hele gebeuren in Rio is echt onbeschrijfelijk. En natuurlijk hier en alles de koning. Het is gewoon één mooi droom. Elis Lichtlee, goud. Keirin, Rio 2016. Je bent inmiddels gestopt. Hoe kijk jij nu naar deze beelden? Ik heb deze beelden nog nooit gezien. Nog nooit gezien? Nee, ik vind het echt wel heel erg leuk. Het is ook precies hoe ik Rio heb beleefd. Het was één groot gekkenhuis natuurlijk. We vertrokken al 3 weken voor onze wedstrijd naar Rio. Omdat eigenlijk we waren met een vrij jonge groep. Maar die hele belevenis, ja, dat was echt bijzonder. Nou, dromen deze dames aan tafel nog van dat Olympisch succes? Jouw leven stond heel lang in het teken van topsport, hè? Als je nu terugkijkt op jouw carrière, zou je het achteraf weer precies zo hebben gedaan? Met dezelfde toewijding? Nou, ik heb er echt van genoten de jaren dat ik in ieder geval topsport heb gedaan. Ik heb natuurlijk eerst BMX gedaan en toen de baan op. Ja, het was echt heel erg mooi. Ik heb zoveel mooie reizen mogen maken, mooie mensen mogen ontmoeten en ik heb er heel veel plezier aan gehad. Ja, want toen je nog bezig was als BMX'er heb jij regelmatig moeten fietsen, hè, tegen jullie. Ja, dat vind ik ook heel erg grappig. Vanaf dat ik ben begonnen met BMX hebben we samen gefietst. Echt vanaf de provinciale kampioenschappen die we samen hebben mogen fietsen. En ik was erbij dat ze hier won op Papendal. Ja, dat is wel heel erg mooi om te zien. Waarom klopt het allemaal in Rio? Hoe heb jij daar goud kunnen winnen? Goede voorbereidingen, goede mensen om me heen. Het team wat ik op dat moment om me heen was, was echt super. Het was niet te groot. Het was eigenlijk gewoon één grote familie. En als dat allemaal klopt en het klopt allemaal in je kop. En het, die hele race klopt, ja, dan kun je goud halen. Dan kun je goud halen. Ja. De meeste sportliefhebbers in Gelderland zullen de BMX'ers Merel en Laura Smulders wel kennen. Maar we hebben natuurlijk nog een Gelderse troef voor de Olympische Spelen. Judy Bouw uit Zoelmond. En we bladeren even in haar paspoort. Judy Bouw is 25 jaar oud. De Zoelmondse gaat naar de Spelen als BMX'er. En in Tokio heeft zij maar één doel. Een medaille. Behalve topsport beoefenen is Judy ook afgestudeerd fysiotherapeut. Haar beste prestaties zijn een bronzen medaille op het WK en een wereldbeker wedstrijdzege eerder dit jaar. Ja, Judy, vorig jaar won je brons, hè, in Baku. Ja, klopt. Zie je zo'n stijgende lijn in jouw sportcarrière dat je nu denkt ook een medaille op de Spelen te kunnen halen? Ja, die kans zit er dikwijls in. Ik heb dit jaar ook weer laten zien dat ik bij de beste hoor van de wereld. Ik heb de wereldbeker gewonnen op Papendal. Mm-hmm. En ik was daarnaast vierde geworden op het wereldkampioenschap. Dus ja, zo'n medaille zit er zeker in. Dan zit je in ieder geval heel ja. dicht tegenaan ja. met die vierde plek. En een derde is al een medaille natuurlijk. Ja. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog die prachtige baan, hè, in Arnhem. Ja. De baan die hetzelfde is als in Tokio, begreep ik. Is dat een groot voordeel om daarop te kunnen trainen? Ja, ze hebben een aantal aspecten van Tokio naar hier gehaald. Mm-hmm. Dus ze hebben bijvoorbeeld het eerste stuk hebben ze aangepast. En dat lijkt heel erg op wat er in Tokio ligt. En daarnaast op de baan zelf hebben ze een aantal bulten neergelegd die daar echt op lijken. En ja, dat geeft voor ons echt wel een voordeel dat wij daar al aan kunnen wennen en dat kunnen meenemen naar Tokio. Want zijn wij de enigen die dat hebben dan? Zijn er geen andere landen die dat ook nabouwen? Ze proberen het wel. Ja. Maar het is hier is het meestal wel echt iets beter geregeld. En
ja, het geeft voor ons wel een stuk meer voordeel. Ja. Ja. Goed, jij kent die baan goed. Jouw twee grote concurrenten, Laura en Merel ook. Ja. Wordt dat lastig? Ik denk dat we juist elkaar naar een hoger niveau brengen. Wij zijn in Nederland, staan wij eerst op de ranglijst van de landen. Dus wij mogen waarschijnlijk 3 meiden meenemen. Wij hebben ook heel veel goede Nederlandse meiden daardoor. En ja, daarom kunnen wij elkaar ook op een hoger niveau brengen. En ja, dat is alleen maar goed voor de sport in Nederland. Ja. Je won dit jaar, dat zei je al, je eerste wereldbekerwedstrijd. Hoe geweldig voelt dat? Ja, dat was echt waanzinnig. Die overwinning, dat is echt zo'n grote glans al op mijn carrière. En ik heb nog heel veel voor de boeg. Mm-hmm. Maar deze wereldbeker pakken ze mij niet meer af. Mm-hmm. Dus dat is ook, mag ook wel even gezegd worden, de laatste wedstrijd dat mijn moeder erbij kon zijn. Die is in september overleden. Mm-hmm. En ja, dat gaf gewoon extra glans dat die er was. En ja... Dat is een van de mooiste dagen echt wel van mijn leven. Ja. Misschien wel de mooiste, ja. Dat ze dat nog mee heeft kunnen maken. Het was ook echt een mooie dag, die dag ook echt, hè? Ja. Het was heel warm. Ja. Jij was er ook bij? Ik was erbij, ik heb het echt gezien. Ja, het was echt kicken. Ja. Het was wel echt mooi om te zien. Ook heel emotioneel wel, ja. Ja. Mm. Ja, dat was meteen al toen ze vroegen van wie zijn hier nou allemaal. En toen dacht ik, ja, mijn ouders zijn er. En ja, dat was echt, echt heel emotioneel. Ik heb er hele mooie foto's van ook. Dat moment pakken ze je nooit meer af, hè? Ja, klopt. Ja, want als je topsport wil bedrijven, Elis, jij zit hier toch als de ervaringsdeskundige aan tafel, dan moet je jezelf op één zetten, hè? Je moet toch wel egoïstisch zijn om topsport te kunnen bedrijven. Hoe belangrijk is het dan, jullie hadden het net over jouw moeder, maar hoe belangrijk is dan je familie dat die je steunen? Ik denk vanaf je begin, vanaf je carrière, dat dat heel erg belangrijk is. Ik heb natuurlijk in mijn BMX, als ik die reizen al niet had kunnen maken, was ik waarschijnlijk, had ik niet gezeten zoals ik hier nu zit. Vooral in de BMX-periode hebben ze altijd alles zelf moeten betalen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ik had dat geluk op dat moment wel. En daarom ben ik denk ik ook zo ver gekomen. En ze hebben altijd achter ons gestaan, want mijn broertje fietsers ook. Sam, ja, hè? Sam, ja. En weet je, dat is... Alles heeft altijd in het teken gestaan van ons. Jij vond het ook heel moeilijk, hè, toen je voor jezelf besloot dat ik kan niet verder. Ja. Einde carrière, om het juist jouw familie te vertellen. Ja, juist omdat dat de mensen zijn die altijd voor je klaar hebben gestaan. En het voelt dan toch een beetje als een soort van teleurstelling. Als een soort falen, denk ik ook. En gelukkig hebben ze Sam nog. Oh. Nee, zo erg is het ook niet. Maar het is natuurlijk, het is wel heel raar, want je komt vanuit de BMX. En Sam, niet stoppen. Sam, nee. Maar het is, de BMX was ook altijd gewoon een periode waar je dan met je hele familie heen ging. Een gevulde coolbox. En dat was altijd, iedereen kende elkaar. Dat valt dan op een gegeven moment weg. We stoppen allebei met BMX. Ga je naar de baan. Nou, daar heb je ook de weekenden, de grote wedstrijden waar ze heen gaan. Ja, en dat valt dan ook weer een klein beetje weg. Mijn moeder zegt ook wel, ik vind het nog wel eens heel raar om dat dan niet meer echt te lezen of iets. Ja, het waren echt familieuitjes. Vaak hele weekenden waren we weg. En dan later dan ook echt Europese rondes. Naar heel Europa gingen we af. Ja. En mijn broer was erbij, mijn ouders. En het was heel groot veel familie gemis als je erbij. Moeder er straks in Tokio niet bij is, hè? Ja, klopt. Ja. Ga je nu anders om met het sporten, zeg maar? Kun je beter relativeren naar die enorme... emotie van die wereldbekerwedstrijd? Ja, ik natuurlijk, zo'n wereldbekerwedstrijd, overwinning geeft heel veel zelfvertrouwen. Dus dat is heel fijn. Zeker op zulke momenten dat je soms niet zo fijn voelt. Mm-hmm. De sport geeft me wel echt een houvast van wat er aankomt. En zolang ik bezig ben met sporten, merk ik dat het goed gaat. Juist de momenten van rust en we moeten veel rusten. Dan ga je toch veel nadenken. En dat zijn meer de lastige momenten. Maar daar heb je denk ik een mental coach voor? Of, we worden goed opgevangen. Heel goed. Sowieso coaches, we hebben er 2. Raymond van der Biezen en Rob van der Wildenberg. En daarnaast is er ook een team om ons heen met psychologen, sportpsychologen. En ik word goed opgevangen, zeker. Ja. Goed, dat is het geestelijke stuk, hè? Dan gaan we naar Tokio, dus het bloed heet. Ja. En dan heb jij zo'n dik pak aan, helm op. Hoe is dat? Hoe hou je dat vol? Ja, dat is warm. Ja, hè? Dan moet je ook nog heel hard fietsen. Dat klopt. Ja, we hebben wat testen gedaan. De Thermo Tokyo testen hebben we gedaan. Dat is hier op Papendal in de klimaatkamer.
Ja, dat was inderdaad heel warm. En vooral met name voor de longen vond ik het heel zwaar. Nou is Tokio is ook een hele lange baan. Dus het wordt echt voor... daarnaast ben ik nog astmatisch. Dus echt voor mijn longen wordt het een aanslag. Dus dat zijn wel punten waar we op bezig zijn met voorbereiden. En ja, daarnaast is het gewoon goed koelen en... ja, de kou opzoeken, zeg maar, als er een airco is, een ventilator, en daar zijn ze allemaal echt mee bezig. Ja, ja. Maar wel enig zelfvertrouwen dat dat gaat lukken. Ja. Ja. En dan heb je ook nog iets meegenomen. Ja, we hebben iedereen gevraagd wat mee te nemen, wat je altijd meeneemt voor je wedstrijden. En wat heb je bij je? Ja, ik zat te denken van ik kan iets sportspecifiek meenemen. Maar ik dacht dat het wel leuk is om te benoemen dat we vaak ook lange reizen doen en dan in hotels zitten met heel het team. Dus ik heb eigenlijk spelletjes meegenomen. Die gaan eigenlijk altijd in de tas. En ja, als we dan een rustige dag hebben of gewoon lang op onze hotelkamer zitten, dan verzamelt het team nog wel eens in de lobby dat we wat spelletjes gaan doen. En ja, het is een individuele sport. Wij strijden allemaal voor die ticket naar de Olympische Spelen in Tokio. Dus we zijn allemaal concurrentie van elkaar. Maar als we dan in zo'n hotel zitten, dan ja, is het zo gemoedelijk. Dan is het net één familie die gewoon ja, lekker spelletjes aan het doen zijn. Samen spelletjes. Maar, ja. Het is natuurlijk wel, je doet wel spelletjes. Maar je bent allemaal individuele sporter. Dan is het toch, als je gaat verliezen, ja. Dan is dat heel zuur. Ja, het zijn geen teamsporters. Helaas denk ook dan ja. Winnen. Dan altijd nog steeds spelletjes. En dat hebben jullie denk ik ook wel. Ja, jij nam geen spelletjes mee in je koffer? Jawel, wij deden altijd skibbo. Skibbo? Echt niet. Maar dat was wat er in jouw koffer per se mee moest? Nee, heel veel. Kussen. ik zag ook hier een kussen. Dat is echt, maar skibbo, echt, dat hebben we echt, echt zoveel gespeeld. Ja, ja. We gaan het zo over het kussen hebben, want badmintonster Selena Peek deed al mee aan de Spelen in Rio. En ze hoopt binnenkort ook een Japans stempel in haar paspoort te krijgen. Badmintonster Selena Peek is 28 en woont in Arnhem. De fulltime badminton prof heeft inmiddels een redelijk gevulde prijzenkast met onder andere 4 bronzen medailles en ook een zilveren medaille op het EK bij het dubbelspel. Ook in Tokio gaat zij voor de prijzen. Ja, Selena, jij hebt al een Olympische Spelen achter de rug, hè? Rio, daar waar Elis schitterde. Toen ging je er heel onbevangen naartoe. Klopt, ja, want het was mijn eerste Olympische Spelen. Dus ja, je gaat eigenlijk zonder verwachtingen heen. Op dat moment stond ik, geloof ik, met Eve nummer 7 van de wereld. Dus we stonden redelijk goed ervoor. En ik wist me ook nog te kwalificeren met Jacco Arends, mijn gemengd dubbelpartner. En ja, het was gewoon één grote avontuur eigenlijk. Nul verwachtingen. We waren ook heel erg afhankelijk van de loting, want wij spelen in poeltjes. Maar ja, vanaf het moment dat we ons kwalificeerden was het eigenlijk genieten. Eén groot feest. Hoe anders was dat na de Spelen? Oeh, dat was echt heel erg anders, want ik heb daar een blessure opgelopen. En onze toenmalige coach stopte er ook mee. Dus er waren gewoon heel veel veranderingen. Dus je zat eigenlijk hier en toen ging het heel snel bergafwaarts. Ik ben daarna echt zwaar geblesseerd geraakt. Eve is er zelfs mee gestopt. Onze hoofdsponsor stopte ermee. Mijn A-status er viel. Dus het waren echt klap na klap na klap. En dat was wel heel heftig om dat allemaal te verwerken. Leef je nu dan ook heel anders naar de Spelen in Tokio toe? Ja en nee. Want nog steeds is dat ultieme doel is het halen van die Spelen. Daar moet gewoon alles voor wijken. En dat was in 2016 ook zo. En de omstandigheden zijn zo dusdanig anders dat ik er ook gewoon... ja, ook alweer heel anders. Je staat er hetzelfde in, maar ook alweer heel anders. Je relativeert meer. Je zei het net ook, hè. Dat soort dingen. Nou ja, ook een blessure relativeert meer. Ik ben onlangs ook nog van partner gewisseld. Mijn gemengd dubbelpartner. Dus ja, het is eigenlijk gewoon weer een nieuw avontuur. Ja, de kaarten liggen nu heel anders. Je zei al klap na knap na knap. Is er een periode dat je als sporter heel eenzaam hebt gevoeld de afgelopen jaren? Ja, heel erg. Want ik had een blessure aan mijn voet. En op een gegeven moment mocht ik niet eens meer naar de supermarkt lopen. Omdat gewoon de belasting moest helemaal terug naar nul. Mijn enige uitje van de dag was dat ik naar de fysiotherapeut ging. Nou, dat was om 9 uur 's ochtends. Dus om 9:30 was ik klaar. Toen dacht ik van zo, wat gaan we nu eens doen, weet je wel. En iedereen zei, oh wat lekker, heb je een paar dagen vrij, superleuk. Dat is leuk, inderdaad, voor een week misschien. Ja. Maar daarna denk maar niet als je een doel voor ogen hebt. Niet als je een doel voor je ogen hebt. En ook wat je zegt, op een gegeven moment was het heel erg eenzaam. Ik ging steeds naar Papendal. Je
ziet mensen, zie je gewoon trainen en werken aan hun doelen. En op een gegeven moment wisten we ook gewoon niet van, oké, wanneer is het over? Wanneer kan ik weer terug? En, maar hoe hou je dat dan vol? Is dat dan de magie van de speler? Dat je denkt, ik moet door, ik moet daar gewoon weer bij zijn? Op dat moment was ik er helemaal niet mee bezig. Want het was 2016, 2017. Dus dan ligt het de speler zo ver nog voor je. Dus daar was ik helemaal niet mee bezig. Eigenlijk was ik eigenlijk meer bezig met de dagen, eigenlijk een beetje doorkomen. Het klinkt heel zwaar, was het ook. En ik durf ook wel te zeggen dat het echt een hele donkere periode uit mijn carrière is geweest. Ja, die periode heb jij ook gekend, Elis. Ja, ook inderdaad. Blessure, coach ging weg. Anderen gaan door. Ja. Ik heb het ook niet. Dat was inderdaad ook heel zwaar. Want je ziet in ieder geval, iedereen gaat weer door. En jij staat ergens van ergens hier beneden en iedereen gaat maar door. En ik was natuurlijk ook nog Olympisch kampioen. En dat je denkt van is dit het? Hoe overkom je dan al die klappen? Niet. Nee, voor mij is het dus niet. Daarom is het ook gekopt, hè? Dat klinkt echt wel heel ernstig. Ja. Maar, want ik heb ook niet nog de beste tip die je kunt geven. Nee, ik heb nog een bronzen medaille gehaald op het WK in Apeldoorn in 2018. Ja. Toen was Hugo Haak, kwam als assistentcoach bij de ploeg. Die zag dat ik heel erg aan het struikelen was. Die heeft mij daarin begeleid richting Apeldoorn eigenlijk. Maar daarna was ik het gewoon helemaal kwijt. Ik heb nog één wereldbeker gereden in Berlijn. Maar ik was het plezier gewoon helemaal weg. Eigenlijk reed ik daar heel goed, maar ik werd er niet meer blij van. Je hebt nu weer lol in je leven. Jij hebt nog wel plezier in de sport, hè? Je hebt fantastische successen behaald toch dit jaar. Van wereldtoppers gewonnen. Wanneer weet jij of jij gaat naar Tokio? Pas op 1 mei 2020. Onze kwalificatietraject loopt eigenlijk een jaar. Daarin hebben we de tijd om bij de beste 13 koppers van de wereld te gaan horen. Op een geschoonde lijst. Dat houdt in dat bijvoorbeeld niet 4 Japanse koppers mogen. Gelukkig maar. Ja, echt heel blij mee. Anders werd het een hele zware uitdaging. Ja, precies. Dus voor ons is dat ergens heel erg fijn. Maar ja, ze zijn ook met zoveel de Aziaten in general. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook wel heel heftig. Stel, je staat nummer 3 van de wereld. Je bent de 3e Japanse koppel. Dan ga je niet eens naar je eigen spelen. Is ook heftig, ja. Ja. Hoe zenuwvredend is zo'n periode na mei 2020? Die zijn heel erg zenuwslopend. Omdat je moet presteren. En onze ranking wordt bepaald aan de hand van je 10 beste toernooien. Dus je kunt ervoor kiezen van ga ik er 10 spelen. Maar heb je een slechte loting, dan ben je eigenlijk de sjaak. Dus wij kiezen ervoor om heel veel toernooien te spelen. En wat eigenlijk vooral heel zwaar is dat ik gewoon continu van jetlag naar tijdzone, naar ander land, naar hotel, in- en uitleef. Je hebt straks 2 kansen, hè? Gemengd dubbel, damesdubbel. Stel dat je gaat, gaan wij gewoon even vanuit. Hè? Zoals je er nu voor staat, ga je. Klopt. Heb jij dan wel kans op een medaille? Vind ik lastig te zeggen. Als ik puur kijk naar onze resultaten, denk ik van niet. Dan moet er echt een wonder gebeuren. Omdat de Aziaten zijn gewoon echt heel erg goed. Maar aan de andere kant, het blijft een spelen. En een spelen is bij ons een minder sterk toernooi dan een normaal toernooi. Omdat er maar 16 koppels mee mogen doen. Ja. En andere toernooien zijn het er 32. Het goud van Elis was ook redelijk onverwacht. Het kan. Ik wil zien wat er in je koffer gaat. Ik wil alleen nog vragen, waarom zijn die Aziaten dan zo goed? Ik denk dat het een beetje met de bouw te maken heeft. En ook met dat badminton gewoon een veel grotere sport daar is. Plus, ze zijn ook qua populatie zijn ze met veel meer. Hè? Chinezen. Hoeveel miljoenen mensen spelen dat? Kijk, wij hebben niet eens zoveel mensen. Nee. Kijk, volgens mij spelen er nog eens 40.000 mensen in badminton. Dus je moet ook gewoon voorzichtig met talenten omgaan. Hè? Raken wij geblesseerd, er staat niet zomaar iemand nieuws op. En dat is bij hun wel van, je hebt 20 uur getraind. Je had het niet vol? Jammer. Volgende. En na 20 uur trainen moet je goed slapen. En dus gaat jouw kussen mee, hè? Mijn kussen gaat zeker mee. Ja, wat ik zei, we slapen echt continu in andere hotels. En kussen is gewoon heel erg belangrijk. Je slaap is gewoon heel erg belangrijk. Een sporter, je rust, je herstel. En dan wil ik gewoon op mijn eigen kussen. Hou je kussen lekker vast, praten wij met de virus aan de tafel. Dat is wel lekker vasthouden. Ja, chill. Ja, dan gaan we naar Julia. Julia van der Sprong. Heb je paspoort al gecheckt? Is het nog geldig? Ja, die is nog geldig. Ja, voor alle zekerheid hebben wij een Olympisch paspoort voor je aangemaakt. De 20 jaar oude Julia van der Sprong uit Arnhem is succesvol in het rolstoelbasketbal. En als basketballer gaan zij en haar teamgenoten voor goud in Tokio. Julia studeerde daarnaast ook nog bedrijfskunde en eerder is zij met de Orange Lions als Europees en wereldkampioen geworden. Droom je al over Tokio?
Soms wel, ja. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat natuurlijk allemaal eruit gaat zien. En ja, daar train je toch wel iedere dag voor. Ja. Mm. Ja. En hoe ziet die droom eruit dan? Nou ja, natuurlijk winnen, maar... ja, heel goed. Maar, zo'n gouden plak ergens. Ja. Nee, maar gewoon dromen dat ik daar ben en met mijn team wedstrijden spelen die dan goed gaan. Ja, ja. Mooi. Hey, de Paralympics die worden gehouden van 25 augustus tot ergens begin september, hè? Ja. Dus kort na de Spelen. Ja. Dus je hebt iets meer voorbereidingstijd. Hè? Maar 4 jaar geleden was je ook al heel sportief natuurlijk, als hockeyster en... Je deed van alles, maar toen gebeurde er iets vreselijks. Ja, ik heb 4 jaar geleden een ontsteking aan mijn rugmerg gehad. Ik, eigenlijk van de een op de andere dag kon ik niet meer lopen. Ik werd wakker en mijn hele linkerkant tot mijn navel was verlamd. En toen heb ik 20 weken gerevalideerd. En nu kan ik dus wel weer kleine, korte stukjes lopen. Maar ja, sporten, springen, rennen, dat gaat echt niet meer. En ook lange stukken lopen, dat kan ik niet. Dus daarvoor gebruik ik de rolstoel. Ja. En dus ook voor het basketbal. Ja. Ik las in een artikel over jou, lees ik even voor. De dwarslesie leverde wel weer op dat ik naar de Olympische Spelen kon. Dat was met hockey niet gelukt. Nee. Zie je dat echt zo? Was je niet talentvol genoeg? Nee, ik deed ook nog schaatsen daarnaast. Dus ik vond heel veel dingen leuk en deed dat gewoon erbij. En ik hockeyde gewoon voor mijn plezier, niet op topniveau. Dus toen kwam rolstoelbasketbal en merkte ik dat ik daar wel gewoon gevoel voor had. En dat ik dus vrij snel al bij het Nederlands team kwam. En dacht, kon je ook zo snel weer die positieve draai maken? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik misschien 2 keer heb gehuild in het revalidatiecentrum om me dwarslesie dan, zeg maar. Maar ik heb er nooit echt verdriet om gehad eigenlijk. Nee. Ja. Wat respect, hè? Ja, echt wel. Dat je gewoon van de een op de andere dag wakker wordt en dat je denkt, ik voel mijn benen niet meer. Ja, in het begin was dat wel raar en ik dacht ook wel dat het gewoon nog overging. Ik dacht, voor mij heb ik mijn trainer nog een appje gestuurd, ik kom volgende week wel weer hockeyen. Maar later bleek toch dat dat niet zo was, maar ja. Hoe is die ontsteking daar terecht gekomen dan? Ja, dat weten ze niet. Kan van allerlei dingen komen, maar... Gewoon een vette pech verhaal, zeg maar. Elis, jij werd door jouw coach na de Spelen aangesproken op je gewicht. Ja, dat was toch iets anders dan dit. Dat was voor jou al heel heftig. En kun je nagaan hoe Julia hier zit, hè? Ja. Ja. Respect. Ja, zeker. Ik vind zo ongeacht de prestaties straks in Tokio, die medaille, die heb jij dubbelend was. De grootste prestatie heb je al geleverd. Die heb je al geleverd, ja. Ja. Hey, en hoe snel had jij door dat je wel heel goed was met rolstoelbasketbal? In het revalidatiecentrum konden we in de sporthal allemaal sporten proberen. Dus ik heb toen wat sporten geprobeerd en via... Voor mij wou ik toen een keer een clinic daar en toen ben ik bij de talentendag hier gekomen op Papendal. En toen heb ik rolstoel tennis, rolstoel basketbal en wielen geprobeerd. En toen uiteindelijk vond ik toch een teamsport en een balsport het leukst. Dus toen ben ik zo een beetje in het wereldje gerold. Ja, dat is toch het oude hockeybloed, zeg maar. Een team en een bal wilde je hebben. Ja, precies. Ja. Hey, wat is jouw rol in het team? Ik ben een van de jongsten, dus ik denk dat ik nog best wel... Ja, ik ben nieuw, dus ik ben nog niet verantwoordelijk voor alle dingen, zeg maar. Je hoeft je niet te bewijzen. Nee, en ik denk dat ik zo wel met de andere jonkies soms wel wat grapjes maak tegenover de ouderen. En dat het toch wel zorgt voor de gezelligheid in het team. En, niet onbelangrijk, hoor. Nee. Dus ik ben gewoon heel... Maar je wordt wel geaccepteerd als jonkie. Ja, zeker. Ja. Zijn jullie al een beetje op de hoogte van de gewoonte in Japan, jullie? Al in verdiept? Ja, wij zijn er geweest. We hebben de test-event hebben al gehad. Daar ben ik geweest. Ik heb niet meegedaan, want dat was een week na de crematie van mijn moeder. Dus ik was nog niet klaar voor de wedstrijd. Maar we zijn al een week in Tokio geweest. Dus we hebben al in het ander gezien. Inclusief tyfoon, toch? Inclusief tyfoon. Oh, die hebben we Ja, daarom was de wedstrijd. Die was eerder die was verplaatst. Dus die was eerder. Je hebt al een beetje les gehad, hè, Selena? Ik heb inderdaad al wat les gehad, ja. Dat was niet... Ik heb nog veel lessen nodig, geloof ik. Je mag niet voorkruipen? Je mag niet voorkruipen. Je moet slurpen als je een bonknoedels in je mond hebt. Hebben wij toevallig beelden van. Kijk naar een slurpende Selena Piek. Kan niet wachten. Jullie hebben problemen met de slurpen. Mag niet slurpen hier. Nee, dat vind ik heel ranzig om te horen. Ja. Wij gaan vandaag noedels slurpen. Wat een unit. Oké, komt-ie.
Eén keer. Oh, maar dan stik ik, joh. Mm. Oh ja. Ja! Mm. Echt goed. Sorry. Mm. Ja. Waren ze wel lekker? Ja, fantastisch. Ja. Gewoon noedels in sojasaus. Ja. Beter kan niet. Nee. Kan niet missen. Julia, jij studeert bedrijfskunde, hè? Ja. Hoe ziet dat er de komende tijd uit? Na januari ga ik stoppen met mijn studie voor een tijdje. Dus zodat ik echt vol kan focussen op de trainingen en op Tokio. Dan ga ik in september weer verder. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ja. Om te stoppen of om weer te beginnen in september? Om te stoppen. Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, ja. Maar je krijgt medewerking van de universiteit. Ja, ze zijn daar best wel makkelijk in. Ik kan ook heel makkelijk de hoorcollege online kijken. Dus dat scheelt ook wel voor mij. En ik mag minder punten halen voor mijn BSH. Dat heb ik dan vorig jaar wel gehaald. Mm-hmm. Maar ze helpen wel heel goed mee in het denken. En ik kan nu dus gewoon mijn studie stopzetten. Dus dat is wel heel fijn. Ja, ja, mooi. Ja. 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 Wat gaat er mee in je koffer? Ja, mijn knuffel. Ah. Ik zag hem al staan. Ja. Wat een schatje. Ja. Ja. En, maar dat is ook wel... Nou, ik heb deze van mijn hockeyteam gekregen in het ziekenhuis toen. En sindsdien gaat hij eigenlijk gewoon overal mee. Dus ja... Hij is ook wel heel schattig. Ja. 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 Elis, jij hebt nu een hele nieuwe carrière, hè? Nu je de fiets aan de wilgen hebt gehangen. Ja. Je bent personal trainer. Je luistert naar de verhalen van deze meiden. Wat zou je ze mee willen geven? Vooral heel erg genieten en haal die gouden medailles binnen. Nee. Lekker, man! Het is natuurlijk zoiets bijzonders. Ja. En ik hoop dat ik nog naar Tokio mag gaan. Zo niet, dan zit ik voor de buis. En, we hebben net afgesproken dat we samen een programma zouden presenteren. Dus dan gaan we samen. Dus moeten we nog even regelen. Detail. We wensen jullie in ieder geval allemaal heel veel succes. Ja. Dank voor het delen van jullie verhaal. Ja. Vergeet je kussen, je knuffel en je spelletjes niet. Zeker niet. En verras ons allemaal daar in Tokio. Ja. Dan dank ik u thuis voor het kijken naar de laatste week van Gelderland van dit jaar. Alvast de hele fijne feestdagen en heel veel geluk voor 2020. En ook deze aflevering is natuurlijk het laatste woord. Geef een applaus, onze singer-songwriter Colin Hoeven. Hey. Judy is een topper, de beker al op zak. Maar medailles lonken, dus nog harder trainen. Voor BMX een topland met de tweeling bovenaan. Het winnen van de beker kun je haar niet meer ontnemen. Zonder moeder naar de spelen, dat is een groot gemis. Maar diep van binnen voel je vast hoe trots ze is. En klap na klap verwerken, zo'n blessure hakt erin. Een sponsor stopt, ja, hoe moet je nu verder? Hoe houd je vol te strijden als alles tegen zit? Maar deze topper laat zich echter toch niet kennen. Tot 20 mei in spanning mag ze mee naar Tokio. En daar is badminton wel een volkssport. Dus weet ze wel waaraan zij begint. En als omdenken een sport is, is Julia kampioen. Bijzonder om na zo'n klap gewoon een nieuwe sport te doen. Vol passie in de rolstoel, de basketbal paraat. Deze held die overal echt vol voor gaat. Pak je knuffel, neem een spel mee. Is je kussen bij de hand? Deze toppers mogen stralen namens ons trots Gelderland. Ho en vecht voor je dromen op weg naar Tokio. Na jaren van hard werken moet je nu gaan pieken. Deze dames, kijk ze stralen, nee je krijgt het niet cadeau. Om strakjes samen van de glorie te genieten. Maar dat komt goed, ik weet het zeker, dat wordt goud gegarandeerd. Want deze dames die gaan vlammen, keer op keer.